kop. Nee, de hele reis al ongesteld werd. Hier, jongen, pak aan. Dat is iets kapot. Faal. Faal. Nou, weet je wat het is? Ik ben al de hele tijd aan het stressen, want we moeten weer ons vliegtuig pakken. Je kent ons, wij missen die shit. Je kent ons, je kent ons. Meneertje blijft langer in zijn bed liggen, daardoor hebben we tijd. Nou, hup, hup, mijn kop. Mooi. Fijne reis. Yo. Yo. Hey bro. We zijn nu geland op Frankfurt. Dat is even zeg maar een soort tussenstopje die we maken voordat we naar Amerika vliegen. Ja, ik probeerde hier te slapen, maar ja, dat lukt natuurlijk niet, want je hebt maar een uurtje. Die aangeeft hoe lang het duurt. Dus ik zet net het scherm aan en opeens staat er 4 uur en 20 minuten. We zitten echt al 6, 7 uur in dit fucking vliegtuig, snap? Ik heb er genoeg van gehad. Ja, en om even aan te geven hoeveel ruimte we hebben. Ja, we hebben gewoon echt letterlijk gewoon no space. Gewoon helemaal geen ruimte. Verveling slaat toe. Dat betekent dat we wat is de kans dat je gaan spelen. We moeten nog 2 uur. En ik dacht eraan, wat is de kans dat jij Niels een koprol hier in het gangpad doet? Ah, de kans dat ik het doe is 1 op 5, dus Ivo, tel maar af en dan beginnen we. 3, 2, 1. 1. Oeh, Rob, pas de kans dat jij het doet. 1 op 4. 1 op 4. Ja. 3, 2, 1, 2. 2. Oh, ja. Mag je het toch? Waarom begin ik ook altijd? Ja. Kijk, Rob is gewoon 2 meter lang. En dit stukje is zo smal. Rob die gaat sowieso op tegen iemand aanrollen. Of hij schopt gewoon iemand tegen zijn stoel aan. Gewoon knijg dat hij naar voren vliegt. Dus kom, rollen. Rollen. We zijn nou eindelijk in Seattle. De vlucht heeft 10, 11 uur heeft die vlucht geduurd. En ik ben echt lam geworden. Nou, weet je wat is? Nou moeten we nog 4 uur hier wachten op Seattle. En dan pas kunnen we naar Hawaii. En dat is ook nog eens 5 uur vliegen. Ja, we zijn nog lang niet klaar vandaag. Ja, zoals we al dachten en zoals je altijd op de film ziet, de USA Border Control is heel streng. Niels die wordt namelijk even apart genomen in een hokje en ondervraagd. Dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Kijk, je weet toch wel, net als met die border controls en zo, gewoon precies zoals je het op tv ziet, gebeurt dat hier ook. En dan zul je weer zien wie is de lul en moet dan naar het kamertje toe. Ja hoor, Niels Jansbeke. Auto nodig om op bestemming te komen en daarmee kunnen we gelijk het hele eiland morgen mee rondpassen. Hey jongens, we moeten erin. Here you go. Have a nice day. Als je wil ben je zo op iemands dakterras. Ik kan gewoon nou hier opstaan en dan hoef je niet hoog te klimmen. Je bent er gewoon al, snap je? Doe dan. Ja, slapen mensen, daar ga ik niet op klimmen. Word ik daar van het balkon afgeduwd. We zitten inmiddels op de hotelkamer, maar dat doet zich een probleem voor. Wie krijgt er namelijk een bed voor zichzelf en wie moet er een bed delen met de ander? Ja. We hebben de laatste tijd veel scheetjes gelaten hier, dus en onderling een strijd, snap je? En hoe we dit oplossen, doen we met steen, papier, schaar. De winnaar die heeft bed voor zichzelf. Steen, papier, schaar. Kan steen, papier, schaar. Nee, dik. Ah, yes! Staan we dan, 18 jaar, Hawaii. Kijk hoe fucking mooi dit is. Wauw. Ja, dat is echt nice. Goh.
Goedemorgen allemaal, welkom in Hawaii. Het is echt fucking sick, uitzicht is gruwelijk. Het is 8 uur 's ochtends en we kunnen nu al gaan zwemmen in principe, want het is nu al 25 graden of zo. Ik sta hier gewoon in mijn onderbroek en ik heb het gehoord. Hey. Ja, ik heb nice. Hey. Je hebt hier gewoon uit bed gebrand. Maar check het uitzicht wat we hier hebben. Zee, gebouwen, bergen erachter. Wat heb je met bergen? Dat is wel dope. Ik ruik er net even van een chloorblok. Ja, jij ook, hier. Aloha. Ik vind het tijd om mijn auto te gaan huren en avontuur te gaan beleven, man. Germany? No, Holland. Where are you from? Australia. US. Nou, we zijn helemaal ready om te gaan. We hebben al onze spullen gepakt. Nu is het even tijd om een auto te gaan huren. En dan kunnen we eindelijk het hele eiland verkennen. Want ja, dat is nu niet mogelijk. Ja, en we krijgen natuurlijk alles te zien. En ik heb er zo fucking veel zin in. Let's go! Yeah, let's go, kom. Established from the rest of the community. It's already happened in some parts of the country. It's happening now. The world is crazy. It's all a sign and everywhere. There's something we're facing. I'm hoping you know. And we can get out of the silence. They're turning the violence. Some people just don't want to talk. Ferguson, Ferguson, Eric Garner in New York and in Baltimore. Look at Chicago with drill music. Youngins, they gunning and dying by the minute. Shout out the churches, the deep in the trenches. Being a witness and making a difference. Let's switch for a minute. Remember the case with Governor Pence in Indiana. They challenge religious liberty, eventually putting. We zitten nu in de auto en we zijn namelijk onderweg naar ons verblijf. Want we gaan vanavond slapen bij een vreemde die we nooit gezien hebben. Op de bank, op de grond, maar wel gratis. En ik ben benieuwd wat voor verhalen dit met zich mee gaat brengen. Ik denk dat het wel een grappige dude is eigenlijk. Na een tijdje rijden zijn we inmiddels aangekomen bij het appartementencomplex van waar de man verblijft. Wij willen hier dus gaan couchsurfen, maar dan moeten we wel iets stiller zijn en dadelijk opletten dat we niet met z'n drieën naar binnen gaan, maar apart. Want volgens mij is het niet helemaal de bedoeling dat we dat gaan doen. We zijn nu aangekomen bij het appartement waar wij vannacht overnachten. En Ron hier, onze held, die heeft nog wat leuke dingen voor ons te vertellen. Kort voor zes is hier een vuurwerkshow op het strand. Ja, daar gaan we vanavond. Ik ben daar echt wel benieuwd naar. Hij liet ons ook nog wel leuke plekken weten waar we naartoe kunnen gaan. De supermarkt heeft hij verteld waar het zit. Niels. Ja. Hij was helemaal zo raar uit zijn hoek aan het kijken. Ik ben hier goed tv aan het kijken, dat is niet raar. Ja. Ja, ik vind het gewoon echt geniaal. Kijk, we staan hier opeens een plantje bij een van de gasthuis. Gewoon een hele chille gast, weet je wel, je leert allemaal dingen en zo. En zo krijg je een beetje ook echt de ervaring hoe andere mensen leven. Als je alleen maar in een hotel gaat zitten, dan maak je eigenlijk vrij weinig mee. Kijk wat we nu hebben meegemaakt. Die gast is super chill. Hij zei meteen van ja, hier is de afstandsbediening. Als je tv wil kijken, kan je gewoon alles kijken, Netflix. Hij heeft meteen allemaal dingen aangewezen die we kunnen doen. Vuurwerk vanavond. Snap je, is gewoon geniaal. Ja, ik denk dat we één probleem gaan hebben vandaag. Zo. We zaten daar op die woonkamer en ik hoorde de hele tijd een klein kutbabytje huilen en schreeuwen. Dus ik weet al hoe dat gaat vanavond. Lig je daar te slapen en dan denk je... Nee, 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 nee. En dan hoor je weer wakker. Nee. We zijn nog bijna bij de Spitting Caves en de China Walls. En vroeger, toen hier met de vulkanische uitbarstingen, stroomde lava de zee in. En op dat punt is lava afgekoeld. Dan kan je mooi die lava gesteente zien in het water en op het land. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb het nog nooit van mijn leven gezien, dus dit wordt gewoon een primeur. En waarschijnlijk kan je er ook nog eens cliff diven. Dus ik weet al wel wat voor dag het gaat worden. En jullie gaan het dadelijk ook nog eens zien. What about a hit?
Yo, what's up? We're here at China Waz, behind the scenes at Eric the Prince Volcano music video shoot. Just waiting for the drone to get here. I'm about to blow like a volcano. I'm about to blow, I'm about to blow, I'm about to blow like a volcano. I said don't interrupt, cause I'm about to blow, I'ma erupt like a volcano. Stick of dynamite, like this mosquito that bit and is trying to bite me again, like the weekend, except it's not overnight. Mike Wilmer. I'm hand shooters low on pistols while I'm brushing my teeth. I get so many death threats, it's getting normal to me. But I bend, don't break, I don't ask, just take. Black gloves, black tape, and I don't play nor pray. Eigenlijk is het toch wel geniaal. Je ontmoet weer random dudes en je gaat samen uit eten. Ze laten een beetje nog de dingen zien. We zijn inmiddels dus beland bij het huis van een van de jongens en het is echt fucking ziek. Ze wonen namelijk aan het water. Dit is dus waar wij de komende 3 dagen gaan verblijven. En het is gewoon nice dat we hun gewoon random hebben gemiet en dat hun gewoon zo chille gasten zijn. Nou, het is inmiddels 1 uur 's nachts. We dachten een leuk avondje op stap te gaan. Josh die zou hier ons een beetje dingen laten zien, leuke clubs. Maar meneertje Hoeks, ja, die vergeet weer zijn ID. Dus de hele avond is naar een dood einde gelopen. En we gaan vanavond slapen. Op morgen vroeg gaat Rob ook nog iets vets doen. En ik en Ivo hebben gewoon zin om lekker te slapen. Zo zeggen we dan, tot morgen.